Hallo YouTube, welkom op een nieuwe video. Maar, wat is er met die 150 centimeter bak gebeurd? Zo meteen. Hallo YouTube, welkom op een nieuwe video. Ik ben Pieter van Pieter's World en ho, waar zit ik nu? Dit is mijn streamomgeving, dus als ik stream kan je mij... Dat is een van de shots die ik gebruik in mijn stream. Dus daarmee dacht ik van, we gaan het gewoon eens even zo doen. Ik wil het vandaag hebben over mijn 150 centimeter bak. Wat is er daarmee gebeurd? Een kleine update daarvan. Ja, niet zo goed eigenlijk. Die lijkt helemaal uit elkaar. Zijwanden zijn eruit. Het glas ligt volledig uit elkaar. Maar, is niet kapot. Het is niet beschadigd. Ik heb het uit elkaar gehaald. Waarom? Omdat het dan gemakkelijker ging om te polieren. Hoe is het nu eigenlijk met dat polieren? Wel, ik kan u verzekeren voor zoiets. En ik heb redelijk grote handen. Dan heb je ongeveer een 3-4 uur nodig om het echt op iets te laten trekken. Ik heb het dan nog niet over alle krassen eruit. Dus daar heb ik het dan nog niet over. Ik heb het dan nog niet over... noem maar op. Dus het gaat enorm veel tijd en enorm veel geld kosten. Dus heb ik bij mezelf besloten om dit dus niet te doen. Dus we gaan het niet oplossen op die manier. Ik ga kijken om eventueel nog prijs te vragen om het glas af te vlakken. Indien dat dit meer kost of meer prijs meer gaat kosten of... een prijs van een nieuwe 150 bak, dan gaan we de 150 gebruiken als bioloog. Maar we gaan hem een beetje veranderen, maar we gaan dat toch nog wel zien later. Ik heb het glas liggen, ik kan ermee doen wat ik wil nu. Als bioloog kan hij perfect dienen, er is daar niks mis mee. Maar als showbak vind ik het... is het dan niet. Sowieso de naden ging ik opnieuw doen. Sowieso, dat ging ik sowieso doen. Omdat die naden toch al wel redelijk wat oud waren. En ik vermoedde dat ik ging een barst krijgen of een breuk krijgen eigenlijk in de kitnaden. Nu, vind je deze setting een klein beetje leuk? Zet het zeker in de comments. Vind je de video leuk? Ja, vind je de video leuk? Geef de duimpje omhoog. Vind je het niet leuk? Geef de duimpje naar omlaag. Vergeet zeker niet te abonneren. Vergeet ook de belletjes icoon niet. Want anders krijg je geen melding wanneer er een nieuwe video online komt. Video's komen er online wanneer ik tijd heb. Wat moet ik nog zeggen? Ah, livestream. Livestream. Iedere donderdag livestream uitgenomen. Nu donderdag 26. Ik moet even spieken naar de datum. 26 juli 2018 is er geen livestream. Het komt op de vrijdag. Dus op de 27ste. Ja, de 27 juli 2018 komt er terug een livestream. 17:30. Stay tuned. Maak dat je erbij bent. En ik zie jullie zeer graag bij een volgende video. Mijn naam is Pieter van Pieter's World. En... Haha. Ciao, goose.